Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Nou ja, morgen. Het is 10:50, bijna middag. Ik heb Eden net op bed gelegd. Ja, en we hadden een beetje een verrassende ochtend, want ik wilde eigenlijk met haar met de fiets naar het schoolplein gaan. Of naar Niels wegbrengen naar school. Alleen toen we buiten stonden wilden ze geen kant meer op. Dus toen zijn we weer naar binnen gegaan, heb ik de wagen gehaald. En toen dacht ik, nou laat ik dan maar meteen door boodschappen doen. Maar ik had niet echt nagedacht over wat we wilden eten. Maar goed, ik dacht, go, go, go. Meteen door. Een slokje nemen. Maar toen kwam ik zowaar, los van elkaar, twee meiden van de zwangerschaps tegen met hun jongste telgen. En nog de vader van Niels' beste vriendinnetje. Dus dat was één groot gezelligheid in Albert Heijn. Maar dat mondde uit in een spontane zwangerschapsdate van niet-zwangere vrouwen met onze meiden. Dus dat was heel gezellig. Dus we zijn lekker eventjes een koffietje gaan doen. En nog een koffietje gaan doen. Ik drink geen koffie, ik dronk dan thee. Maar, dus dat was eigenlijk heel gezellig. En daarna naar huis gegaan. Helin eten gegeven. En nu gaat ze naar bed. Dus het was een beetje een anders dan een geplande ochtend. Maar wel heel gezellig. Dus helemaal prima. En nu, nu wil ik eventjes lunch gaan maken. En ik wil weer een pasta maken. Dus ik heb weer een basis sausje. Oh, wacht, mama belt. Die belde me net ook al. Goed, mama belde even. Ik weet niet meer waar ik gebleven was in het gesprek. Maar mama belde even, want we gaan. Mijn vader was gisterjarig, dus dat gaan we straks even vieren met een taartje. Dus dat is gezellig. Nu ben ik even aan het koken. Vandaar de herrie. Ik ben dus die, dat was volgens mij aan het vertellen dat ik pasta ging maken. Ik heb gewoon een zak overgroenten gekocht en dan in stukjes gesneden. Het is, oh, wat is aan? Paprika courgette en gele wortel. En dan verder een charlotte. En ik was er aan het bellen, met mijn nieuwste gear. Ik heb, ik ben in augustus jarig. Toen heb ik van mijn ouders en Sven's ouders geld gevraagd omdat ik graag een smartwatch wilde. En nu heb ik hem. Dit is, hallo, kan je hem zo zien? Nou, doet hij niet. Ik moet wel een beetje aan wennen, omdat ik niet. Dit is hem. I love it. Dit is de Samsung Galaxy Active 2. Maar ik vond hem steeds best wel duur en ik was in twijfel tussen de 1 en de 2 en bla bla. En ik was ook nog, dacht misschien ook nog een Fossil. Maar die was echt een beetje dik voor mijn. Ik heb ik heb hele dunne polsen. Ik weet niet of je het nu kan zien, maar als je het aan deze kant beter zien. Maar ik heb echt dunne polsjes. En ja, dan moet er toch wel een beetje omheen zitten natuurlijk. Maar goed, en ik vond deze wel gaaf met dat rose gold, een beetje aluminium. Maar goed, en nu waren ineens de BTW weg ermee, zoiets, dagen bij de Mediamarkt. En toen was het verschil ineens natuurlijk wat kleiner tussen de normale prijs van de Active en... Want daar zat echt 100 euro tussen en dat vond ik echt een beetje te veel. Maar nu zat er 40 euro tussen. En toen dacht ik, ja weet je, dat vind ik dan wel het waard. Want deze heeft een aantal features die de eerste niet heeft. En ik heb hier weinig verstand van. Maar een van de dingen was bijvoorbeeld dat je je telefoon ergens kan neerzetten op selfie-stand. En dat je dan op je horloge klikt. En dat is natuurlijk voor mij best wel handig. Want ik moet nu altijd iemand vragen om een foto van me te maken. Dat doe ik nooit. En daarom heb je nooit foto's van mij in totaal om af van mijn hoofd. Maar dat zou dus dan nu wel kunnen. Dus dat vind ik heel fijn. Je kan bijvoorbeeld ook foto's van je kleren maken. En dan met je horloge, zeg maar, je klokje, zeg maar, met je kleren. Vind ik ook komisch. Maar goed, het heeft een aantal features die de eerste niet heeft. Ik moet zo heel erg wennen dat ik steeds... Kijk, ik heb dus een mail binnen. Nou, leuk. Mijn idee hierachter is dat ik iets minder, zeg maar, op mijn telefoon zit waar de kinderen bij zijn. Niet dat ik dat heel veel doe. Ik doe best wel weinig, vind ik zelf eigenlijk, bij de kinderen. Maar ik blijf gewoon, ja, je blijft hem gewoon makkelijk pakken. Als je moet piepen, dan pak je hem. En nu kijk je gewoon even zo en dan denk je, oh, het is een appje van Henk. Nou, prima, dan weet ik dat. Maar dan hoef je niet de hele tijd te denken van, oh, weet je, als je namelijk je telefoon pakt, ga je heel snel toch even meer dingen doen. En nu denk ik gewoon, oh prima, appje, of een herinnering dat ik boodschappen moet bestellen, wat ik nog steeds moet doen nu. Dus ik hoop dat je dan wel gewoon minder met je telefoon bezig bent.
En ik deed dus net als een soort Inspector Gadget, ging ik zo mijn moeder bellen. Nou, ik vond het hilarisch. Goed, ik moet dit even iets meer in de gaten moet gaan houden, om het leuk te houden. Nou, de lunch is klaar. Mooi. Ik vind Nina ook heel cool, hè. Iri erop laden, want die wil ik morgen even meenemen naar de... Ik ga natuurlijk morgen naar mijn broertje toe in Amsterdam. En dat is wel eventjes een route met openbaar vervoer. Dus dan ga ik even deze opladen. Dan weten we zeker dat ik wat te lezen heb. Ik ga verder in de Zeven Zussen. Zeggen dat ik de laatste tijd heel erg veel dat opvoedboek gelezen heb. Van de Zeven Stappen naar Succesvol Ouderschap. Fantastisch, maar ik vind het voor in de trein, zeg maar, vind ik het gewoon makkelijk om een Iri ermee te nemen. En ik vind het ook wel, ik ga natuurlijk, nou ja, na de operatie verwacht ik ook veel te gaan lezen. Dus vind ik het wel leuk om daar weer mee verder te gaan. We hebben dus net een gezellig taartje gegeten voor mijn vaders verjaardag. Maar dat ben ik dus volledig vergeten te filmen. Dus het gaat goed met filmen vandaag. Dus het gaat goed met filmen vandaag. Ik zit helemaal scherp bovenop. Oh, en als je afvraagt hoe het met deze mevrouw gaat, het gaat wel goed. Ik heb er elke dag geborsteld. Al dan niet, ja. Al dan niet met tegenzin, hè, meis. En volgens mij is het meeste weg. Morgen vrij. Ja, lieverd. Ja. En wat ik op een gegeven moment deed, is een snoepje voor te leggen en dan ondertussen borstelen. Maar daar was op een gegeven moment ook een beetje pissig van. Je wordt echt een hele goede ninja. Ja, wordt een hele coole. Oh, wauw, heel cool. Geel zwaard, of goud lijkt het wel. Lijkt het ook goud? Ja. En we hebben dus nu dit. Dit is droogshampoo. Die ruikt naar blueberry muffin. Brown. Want Sven zei, ja, hoeven niet gewoon iets zo af en toe. Want ze staat altijd zo op mijn schoot, mijn benen doseren. En dan echt zo met die kont zo naar Sven. Zij zei, ja, als ik dan gewoon pssst doe... Een beetje voor de frissigheid. Dus dat hebben we nu. Dus ruik nu naar blueberry muffin. Maar ja, nee, volgens mij is het ergste af. Dus dat is heel, heel, heel fijn. Oké, ik ga even wassen maken. Ik heb volgens mij nog niet echt verteld, want dus er was nog wat de plannen voor de rest van het weekend zijn. Maar dat is ook zeer spectaculair. Nee. Ja? Ja, ik kom eraan. Ik ruim even Elin's was op. Ik kom eraan. Want morgen ga ik dus eventjes naar mijn broertje toe. En de babi. En dan ga ik weer naar huis. En dan komen we... De kids zijn gewoon hier. En dan gaan we... Schat ik even zoveel... dan gaat Sven naar een verjaardag toe van zijn beste vriend in Zwolle. Dan ben ik alleen met de kids de rest van de dag en de avond en de ochtend. Ja, ik kom eraan. Ik ben bijna klaar. En toen dacht ik, oh, dan kan ik de laatste keer, want ik sport natuurlijk vaak op zondag, dan kan ik de laatste keer... Voordat ik weer even niet mag sporten, kan dan niet, omdat hij er dan niet is. Maar nou is de buurvrouw zo lief om op Elin te passen en dan neem ik Niels mee. Dat ben ik heel benieuwd. Maar wel heel leuk. Dus ja, dat ga ja, mee doen. Ja. Ze zijn nu... Ze zijn nu geswitcht, dus nu is één in de maat. Oeh, die hebben een draag. Hebben jullie nu gewoon dezelfde kleur zwart als vandaag? Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ga zo naar mijn broertje toe en de babi. En de kids gaan lekker sporten en dan... ja, op! Nee. Niels nog niet? Nee. En ik neem jullie mee. Ik ben weer thuis, ik ben helemaal vergeten te filmen, maar het was heel leuk en ik heb
echt heel koud. Ik heb net even een warm vest aan. Ik had iets dunner aan. Dat ik dacht, ik moet met de bus. En dan krijg ik het altijd heel warm. En dan word ik wagenziek. Dus ik dacht, ik doe iets niet te dik. Ik wilde een boertje gaan wandelen. En het was wel koud buiten. Dus ben ik namelijk niet meer warm geworden. Maar maakt niet uit. Het was heel gezellig. En leuk om de kleine man direct te zien. En nu is Sven even hardlopen. Dan gaan we maar even nog een hardlopen doen. En die gaat daarna naar voelen. Dus dat is hier wel een zwijnenstal. Dus kijken hoe we dat gaan aanpakken. Maar goed, en ik weet nog niet wat ik met de kids ga doen. Dit is al klaar. Dat hoef ik alleen maar op te warmen zo meteen. Hallo. Hallo. Ik ben even op zoek naar munten van de kassa. Maar we gaan zo nog even lekker naar buiten. En dan kan ik mijn pakje terug. En ik dacht, gaan we even terug halen vanavond. Hè, wat er ook wel eens een feest van maken dan, hè? Maar ik weet dus niet waar die munten heen zijn. Die zetten ze hierin. Dus even kijken. Oh. Dus we zetten de deur uit. En ik dacht, ja, weet je, ik moet gewoon iets makkelijks uit de oven. Dan is dat gemaakt tijdens een schaapje en dan is het daarna weinig werk. Ik had gewoon tot vanmiddag. Niels, dat wil ze niet. Nee, dat is helemaal niet leuk. Er zit haar helemaal overeind. Kom maar, lieverd. Ja, moet ik even je haar doen? Ja, dat is toch helemaal niet lekker? Ja. Oh, ah, zit dit in je haar? Dat is helemaal niet fijn. Wat Niels had erin gedaan. Oh, jongens, kijk. Hallo meneer. Deze heb ik gevonden in Ennis haar. Kit zit even een filmpje te kijken en ik heb mijn masker opgedaan. Want normaal zou ik dat dan 's avonds doen. Maar ik hoef natuurlijk niet te koken nu. Want ik hoef alleen maar even een tikje te geven in de oven. Maar normaal zou ik het 's avonds doen, maar vanavond squeeze hem om. Dus dan kan ik niet eventjes tussendoor mijn masker eraf halen. Ik heb deze op. Het crème masker met hyaluronzuur van Dr. Van der Hoog. Ik had namelijk een hele droge huid. Ze hebben heel goed opgeruimd samen. En, nou, het is nu 5:30, ik wil een beetje op tijd eten met ze, want we hebben nog een toetje, dus ik dacht dan moet ik een beetje op tijd eten. Dus ik ga de gordijnzak dicht doen en dan zitten nu even groenten te eten en dan gaan we daarna lekker zelf eten. Maar ik moet even dit eraf halen en zo meteen, anders ik zie ik een boetje. Goedemorgen, het is zondag en mijn nacht was werkelijk waar om te janken. Niels is ziek en die was elk 30 minuten en nou ja goed, ik moet natuurlijk geopereerd worden, dus ik had ook zoiets van nee, ik had het nu niet bij, ik mag nu niet ziek worden, ik moet goed slapen. En hij lag naast me, want ik heb uiteindelijk, moest hij gewoon bij mij op de kamer. Eerst heb ik hem bij mij in bed genomen, maar ja, dat lag ik echt heel onrustig bij, omdat ik dacht, ik mag die patiënt niet hebben. Dus heb ik hem in zijn bedje naast mij neergelegd. Nou, dat ging wel beter, maar elk 30 minuten was hij wakker. Ik heb een beetje make-up op mijn hoofd gesmeerd om het nog een beetje op tijd te maken, maar ik had geen kracht voor mascara. Dus sorry voor mijn... Nou, het is geen blote billen gezicht, want dan had je gedacht, wie is dat spook? Maar het is ook geen opgemaakt gezicht, want dat had ik gezien. Dat betekent dat ik niet ga sporten vanmorgen, want ik dacht, ja, ik op nul slaap lijkt ook niet het beste plan. Hier zat ik als een ziek vogel op de bank. En Elin is verder wel goed gemoest. Elin, afblijven. Ja, is op. Zal ik het even opruimen? Ja. Ja. Dank je, schat. Dit is de situatie. Maar goed, ik had natuurlijk, de buurvrouw zou wel eventjes oppassen als ik zou gaan sporten en Niels mee zou nemen. Maar ik dacht, dan laat ik dat staan, want dan ga ik even met Elin naar buiten. En dan kan zij gewoon bij Niels blijven. Die is toch alleen maar liggen op de bank. Dus dat hebben we gedaan.
En nou goed, maar, ja, het was gewoon allemaal heel armoedig. En het is ook lastig, want enerzijds maak je de zorgen en wil je heel graag helpen. En anderzijds ben je gewoon bang voor de, ja, ja, voor de bezels. Ja, omdat je natuurlijk, ben je bang voor de bezels, omdat je natuurlijk zelf gewoon echt, ik kan, mag gewoon nu niet ziek worden. Dan gaat de operatie niet hoor. Dus. En de operatie is dinsdag, dus dat is 2 nachtjes slapen. Nou, misschien dat Niels vanavond bij mijn ouders gaat slapen, want hij kan natuurlijk morgen ook niet naar school, vermoed ik zo. Hij heeft echt hoge koorts, denk ik. Nou, het was echt gloeiend heet. Of hij is gloeiend heet, maar vannacht was hij nog veel heter. Dus ik denk dat ik toch weer de hel ga doen van temperaturen. We hebben zo'n ding voor op je hoofd, maar het kaart ook niet. Die zei 42,9 en toen zei hij weer 37,9. Hallo! Goed, kortom, een hoop geklaagd, maar het is zo'n dag. Sven die komt als het goed is. Ik denk dat hij over een uur of anderhalf of twee of zo thuis is. 2,5. En dan gaan we het zien. Maar zij, boom! Zij is goed gemist. Ze heeft wel heel erg behoefte aan de speen, maar ik denk, ze heeft echt hele zure luiers. Ik denk dat ze weer tandjes krijgt. Ze zit ook niet op die speen te knagen. Ik ga Niels even een thermometer doen, dat is wel leuk. Zo zielig. Ik ben Niels zijn spullen ingepakt. Dat wil zeggen, vooral heel veel setjes kleren. Want hij zweet natuurlijk, maar ik moet zeggen dat... ik weet niet hoeveel graden hij nu heeft. Maar hij heeft gewoon koorts. En ik denk dat het wel weer aan het oplopen is. Maar hij gaat straks bij mijn ouders slapen. Heel lief. Mijn moeder staat er bed aan hem af. En dan ligt hij bij papa in bed. Super lief. Dat betekent dat ik straks kan slapen. Wat quite amazing is. Dus ik heb vanmiddag, we hebben wel heel veel lang geslapen voordat toen ze allebei sliepen. Maar ik ga gewoon lekker tijd naar bed. We hebben nu al het werk voor het huis al bijna gedaan. Ik moet nog 1 mail schrijven. Ach, lief. Even naar Niels toe, hij is heel zielig. Hij heeft dus 40,3 nu. Dus het is niet echt minder hè, dan wat het was. Maar goed. Hij houdt zich kamer. Hij is echt, hij ligt gewoon helemaal heel rustig op de bank. Dat geeft ook wel aan hoe hij daar aan toe is, denk ik dan. Dus wij brengen hem straks naar mijn ouders toe. En dan hopen dat hij zich heel snel weer wat beter voelt. Ik moet even me gaan verdiepen in hoe ik moet afmelden van school en de bezo. Want dat moet natuurlijk gebeuren, want daar gaat hij natuurlijk sowieso niet heen morgen. Maar goed, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus we moeten even kijken hoe dat precies werkt. Oh, ik ben weer ons werp. Goed, ik moet gewoon even kijken hoe dat werkt. Dat heb ik nog nooit gedaan. Vast één spulletje klaarleggen. Ik ben trouwens heel blij so far met mijn watch. Want ik merk echt dat ik mijn telefoon veel minder pak. En dat was natuurlijk een van de doelen. Dus dat werkt. Luider. Ik doe voor 's nachts voor haar een maat groter. Dus overdag is ze 4 en 's nachts is ze 4 plus. Ik ga even een tuinboekje pakken. Oh jongens. Zo jammer, ik wil zo graag lekker met hem knuffelen en een beetje echter voor hem zijn zoals ik normaal voor ben. Als hij ziek is, dat hij gewoon lekker de hele tijd tegen me aan kan hangen en dat ik eindeloos boekjes lees. Maar ik ben gewoon zo bang dat hij me aansteekt. Goed. Tuinboek. We gaan lekker eten. Zoals... meestal in het weekend voor de twee, alleen niet met een kinderfilmpje dan. Nou, was begonnen het ervoor. En we missen Niels zo erg. Het is heel gek, want normaal, als ze er allebei niet zijn, dan heb je of iets gepland. Of je pakt gewoon echt even je momentje samen, zeg maar. Maar nu is het zo, je merkt dat Elon hem echt mist. En wij missen hem ook echt, omdat het ineens zo incompleet voelt. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Hij was echt niet blij. Maar goed, we gaan lekker eten. Hallo! Ik heb voor Niels alles gewassen. Inclusief zijn kussen en zijn beer.
Deze gaat vannacht met mij mee naar bed. Want dan ruikt hij weer naar mij. Dus nou, dan is alles weer schoon. Hij zat namelijk de hele tijd. Hoor je dat? Anne-Maria. Want hij zat idee dat aan het zo snot dan af te vegen. Ik dacht, man, misschien ook eventjes heimeeuwend even schoonmaken. Hij ligt niet zo lekker. Ja. Zoep. Terug naar waar we zijn. Ik ga een flesje maken voor Elin. Zij krijgt sowieso 's avonds nog een flesje en 's ochtends soms ook. Ze is graadmager, dus ze kan het hebben. En ze heeft altijd honger. Ze eet echt voor 36. Ze was trouwens net heel schattig. Ging ze frietje voor frietje, ging ze zeg maar de rest van het restje frietjes wat we niet op hadden, ging ze in de prullenbak gooien. En toen nog een papiertje, alles ging ze netjes in de prullenbak doen. Toen wilde ze ook de ketchup in de prullenbak gooien, maar dat heeft ze weten te voorkomen. Ze is zo knieuwd. Ik ga zo even papa en mama appen hoe het gaat met de kleine man, want ik wil zo ook naar bed. Als zij in bed ligt en de was is klaar, want er zit nog een was in, dan ga ik slapen. Het is 8:50, ik ben gebroken. Naar bed. Het is volgende week niet zo heel spectaculair vlog, want dan ben ik natuurlijk net geopereerd. Maar Sven, ik heb wel 10 jaar, alhoewel hij is dan niet thuis. Maar goed, de rest van het weekend is hij wel thuis en de kinderen zijn dan bij mijn ouders om mij even te rusten naar de operatie. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het dan bij me gaat, maar ik neem jullie heel graag mee. En ja, ik... We gaan het zien, de operatie. Goed. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doei!